Leontine Ruiters neemt het ervan, ze gaat veel op vakantie. Nu ook, ze is met vrienden varen langs de kust van Griekenland en Turkije. Dat heeft ze dit keer slimmer aangepakt, dan komt ze in ieder geval geen oplettende volgers tegen, terwijl ze naast Marco Borsato staat. In de fotoreeks die ze plaatst op haar Instagram is te zien dat ze voor een nieuwe look is gegaan: mevrouw heeft op de reis wat citroen langs haar, haar gehaald, want ze heeft tegenwoordig blond haar. Alhoewel ze daar positieve reacties op krijgt, waar ze niet echt op reageert, voelt ze zich wel geroepen om op de kritiek te reageren, meestal gaat zoiets andersom. Staat echt niet, dat blonde haar, sneert een volger. Een ander neemt het in ieder geval voor Leontine op, al kan ze dat zelf ook goed. Nou ja, zeg. Doe is lief, schrijft de volger. Maar blijkbaar zit Leontine er niet mee. Mag je vinden hoor, onlangs deed Leontine in de podcast Lon Leo van haar en haar vriendin een heftige onthulling. Ze vertelt namelijk dat er bij haar huidkanker is gediagnosticeerd en ze daarvoor in behandeling moet. Het is de meest voorkomende vorm van huidkanker, maar het is goed te behandelen, vertelt Leontine. Ik moet daar chemocrème op smeren, anders zelf noemt Leontine het een zonneplekje omdat deze vorm van huidkanker meestal ontstaat op plekken die veel in de zon zijn geweest, zo zie je maar wat de vervelende gevolgen van de zon kunnen zijn. Ze heeft ook nog moedervlekken op haar rug, die ze ook direct heeft laten onderzoeken door de dermatoloog. Volgens de dermatoloog zijn dat ouderdomsvlekken. Mevrouw wordt ook een dagje ouder, iets waar haar ex-marco niet zo blij mee was. Die kon ik gelukkig weg laten lezen, zegt Leontine. Ze komen nu heel licht terug op.